Hey, ik geef je in deze video meer uitleg over het gebruik van de nieuwe Heiwa draagzak. Dit is de versie met de gespen en ik ga je even voordoen hoe je hem kan gebruiken bij een heel klein babytje. Je kan hem ongeveer gebruiken vanaf een maat 56, komt ongeveer overeen met een viertal kilo. Het is wel heel afhankelijk van babytje tot babytje, dus je gaat gaandeweg een beetje moeten testen of het voor jouw baby al comfortabel is of niet. In ieder geval, hoe je het start is, je gaat de voorkant van de drager, dus deze kant, de kant die eigenlijk naar buiten wijst, ga je tegen jezelf aanhouden. Het is een schortdrager, dus dat wil eigenlijk zeggen dat je hem gaat aandoen als een schort en dan eigenlijk zo omhoog gaat, zodat de baby eigenlijk in dit zakje komt te zitten. Dat is typisch voor deze drager. Je gaat hem ook vrij hoog in je taille plaatsen, zeker in het begin. Voor kleine baby's gaat dit rugband nog te hoog zijn. Gaat het lang zijn, waardoor de baby er heel diep in gaat zakken. En dat is niet ideaal. Dus je gaat het rugband eigenlijk moeten verkorten. En dat kan je doen door de tailleband één slag om te slaan. Je slaat hem één slag om naar voor. Je zet hem in je taille echt onder je borst. En je klikt vast. En trekt aan. Dan kan je hier het overschotje, zeg maar, nog onder de elastiek induwen, zodat het eigenlijk niet meer in de weg zit. Je kan het natuurlijk ook laten hangen, dus dat is echt wat je graag wilt. Zo, voilà. Nu zie je dat dit stukje, dus eigenlijk de ondersteuning van knie tot knie, voor een pasgeboren baby of voor een heel klein babytje nog te breed is. Dan gaat baby echt zo wat in een spagaat moeten zitten. En dat is niet ideaal natuurlijk. Dus ga je dit versmallen en dit kan je doen met de touwtjes. Dus je gaat de touwtjes aantrekken echt volledig tot op het allersmalste punt. Op die manier. En dan maak je gewoon een dubbele knoop of een strik. Je kan het eventueel hier nog zo wat onderin duwen. Dan heeft baby er zeker geen last van. Nu, sowieso gaan ze het niet voelen, want babytjes hebben pampers aan. Dus dat is geen enkel probleem. Alles, hè? Nu neem ik baby erbij. Je kan er ook voor kiezen om de draagzak al deels vast te maken. Bijvoorbeeld met één kant dat je hem al vastklikt. Of met beide kanten en dan groot genoeg zet en baby er dan pas in zet. Dus dat is heel afhankelijk van persoon tot persoon. Ik vind deze manier zelf het gemakkelijkst. Dus je gaat je baby er eigenlijk bij pakken. En gaat baby echt zo tot ongeveer op deze rand laten zakken. Dan neem ik met één hand de stof tussen de beentjes van de baby. En wat ik dan meestal doe, is ik wrijf zo met mijn baby, of ja, over de rug van de baby, zodat de poep wat dieper in de draagzak gaat zakken. Zelfs kunnen we dat nog allemaal corrigeren. Voilà, je blijft je baby goed ondersteunen en dan ga je eigenlijk één schouderband over je schouder gooien. Je houdt baby nog steeds vast, reikt met de andere hand over de schouder, volgt. En je gaat hier vastklikken. Zo aan de zijkant. Klik je vast en je trekt aan. Zorg ervoor dat het elastiekje altijd naar de voorkant zit. Het elastiekje dient om nu hier rond te doen. Als extra beveiliging mocht de gesp ooit losgaan. Dat je baby er zeker niet uitvalt. Voilà. En dan nu de andere kant net hetzelfde. Ook weer baan over je schouder gooien. Aantrekken en zo. Langs de zijkant. Zorg dat het elastiekje ervoor zit. En vastklikken en aantrekken. Voilà. En dan de elastiek erover. Zo. Nu kan je merken dat je baby nog iets te laag zit. Omdat je hier te veel ruimte hebt. Dit kunnen we gaan corrigeren. Eerst en vooral is het wel belangrijk dat je het zitje van je baby wat gaat verbeteren. En dat kan je doen door een heuprol te doen. Dat wil eigenlijk zeggen, je gaat met je handen in de draagzak tot aan de poep. En je rolt de heupjes van de baby naar binnen. En je duwt daarbij de knietjes wat omhoog. En dan ga je zien dat de poep veel dieper in de draagzak zakt en de knieën wat hoger zijn. Want dit is belangrijk voor een ergonomische houding. Dus eigenlijk wil je dat je poep van de baby, hier zie je dat zo, eigenlijk wil je een M maken. Dus de zogenaamde M-houding. Poep moet lager zitten dan de knieën. Dat was het. Moest dat moeilijk lukken, kan je ook dit doen. Heel voorzichtig natuurlijk. Zodat je baby iets dieper in de draagzak zakt.
Hier hebben we nu nog wat extra speling. Deze gaan we weghalen. Je hebt daar zo'n trucje voor. Ik trek meestal hier aan de draagzak. Dan trek ik met mijn andere hand hier aan de gesp, aan dit stukje door. Dan kan je dit loszetten. Dan zie je dat dit eigenlijk heel mooi strak getrokken wordt. Nu moeten we die gesp nog aanspannen. Maar om dit op spanning te houden, ga je eigenlijk met deze hand achter je rug. Je blijft hier aantrekken, zodat dit mooi op spanning blijft. En met deze hand kun je je gespan aanspannen. Voilà. Andere kant net hetzelfde. Je tilt op. Je trekt hier de spanning door. Je wisselt van hand. Blijf deze baan op spanning houden. En je trekt aan. Dan los, hè. En dan kun je dan nog wat meer over je schouders plaatsen. Als je baby er te diep inzakt, zoals hier, eigenlijk mag de draagzak maar komen tot aan het achterhoofdje. Dus eigenlijk oorhoogte, hoogte van de oorlelletjes. En dan kan je dit deel nog omplooien. Voilà, baby gaat meestal zo naar één kant kijken. Zodat je altijd het gezichtje van de baby ziet en dat de luchtwegen ook vrij zijn. Mocht je het gevoel hebben dat je wat extra neksteun nodig hebt, zeker bij een heel klein kindje, kan je eventueel een tetradoekje nemen. Een dunne tetradoek wel. Een rolletje van maken en hier echt onder het nekje instoppen. Steek het niet echt tegen het achterhoofdje aan, maar echt in die plooi hier. Gewoon puur voor wat extra ondersteuning. En voilà. Een aantal safety checks die belangrijk zijn, is dat je baby op kushoogte zit. Dus voilà, dus dat is eigenlijk niet te laag, niet te hoog. De luchtwegen van je baby moeten vrij zijn. Dus je moet je baby eigenlijk qua gezichtje altijd kunnen zien. De kin mag niet op de borst rusten, dus je baby, het hoofdje moet zeg maar in een neutrale positie zitten. Verder moet de rug mooi rond zijn, dus echt een bolletje. En de boep lager zitten dan de knieën voor een ergonomische houding. Voilà, hè? Als je dit allemaal gedaan hebt, ben je echt ready to go. Met deze kunnen soms in de weg zitten. Hier zitten elastiekjes aan. Dus dat wil zeggen, je kan ze eigenlijk gewoon oprollen. Dan elastiekje er rond. En dan zijn ze eigenlijk een stuk korter. Wat je ook kan doen voor het gemakkelijker te maken. Is ze eigenlijk gewoon zo samen nemen. En hier onderin steken. Voilà. Hè. En zo heeft ook niemand er last van. En zijn ze mooi uit de weg. Voilà. Hè. Mocht je nog vragen hebben, dan laat het zeker weten. Als je nood hebt aan nog wat extra tips, dan ben ik zeker bereikbaar om jullie verder te helpen.